De rechtsstaat en het strafrecht. In een rechtsstaat heb je rechten en plichten. Rechten zijn bijvoorbeeld kiesrecht, vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van onderwijs. Wat veel mensen vergeten is dat je in Nederland ook plichten hebt, zoals bijvoorbeeld belasting betalen en de leerplicht. Wat zijn nu de kenmerken van een rechtsstaat? In een rechtsstaat heb je een grondwet en in die grondwet staan de grondrechten. Grondrechten zijn bedoeld om de burger te beschermen tegen de overheid. Iedereen in Nederland heeft deze grondrechten. Er is een onafhankelijke rechtspraak. Dus mocht er een conflict zijn over een wet, dan heb je een eerlijke uitspraak daarover. En Nederland is een parlementaire democratie, wat betekent dat wij onze volksvertegenwoordigers zelf mogen kiezen. De overheid heeft twee belangrijke taken. De eerste is rechtshandhaving, wat betekent dat de overheid moet zorgen dat burgers zich aan de regels houden. De andere is rechtsbescherming. Dat betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat jij wordt beschermd tegen machtsmisbruik van diezelfde overheid. Maar wat zijn nu de uitgangspunten van het strafrecht? Het moet gaan om strafbaar gedrag. Een strafbaar gedrag is dus een wet in een wetboek die je kunt overtreden. Staat het niet in een wet als strafbaar omschreven, kun je er dus ook niet strafrechtelijk vervolgd worden. Het moet gaan om menselijk gedrag. Bokito bijvoorbeeld is niet strafbaar. Mensen wel. Er wordt gekeken of er geen sprake was van overmacht. Bijvoorbeeld als jij door rood licht rijdt of veel te snel rijdt omdat je met een ziek persoon naar het ziekenhuis gaat, dan kan sprake zijn van overmacht. Je hebt natuurlijk recht op een eerlijk proces. Er wordt gekeken of er geen noodweer was, dus dat je jezelf verdedigde. Er wordt gekeken naar de achtergrond van de dader. En van tevoren is bekend wat de maximumstraf is voor een bepaald misdrijf.